Luzerne, toch een beetje een verwaarloosd gewas voor de boer, maar nu weer een opkomst. Ja, klopt. Luzerne is eigenlijk al een aantal jaren uit het beeld verdwenen. Voornamelijk omdat de boeren toch wel een aantal problemen hadden met het management of met het uitbalting van Luzerne. Zeker omdat hij slecht tegen bereiden kan. En ook om hem te zaaien en met de onkruidbestrijding en zo heeft het wel wat moeilijkheden. Vroeger in de tijd van mijn grootvader deden ze het nog ingooien met de kunstmeststrooien in de tarweperceel. Ja. Maar dat is ook een beeld die je dat van vandaag niet meer terugziet. Maar door de vergroeningsregels is Luzerne eigenlijk weer interessant geworden. Omdat hij meetelt als derde gewas. Wat is er nu kenmerkend aan de Luzerne de dag van vandaag ten opzichte van vroeger? Vroeger moesten de meeste mensen, doordat het eigenlijk een stikstofbinder is, moesten ze zelf de coating eraan brengen of eigenlijk zelf gaan enten met rhizobiumbacteriën. Warenbrug heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk een kant-en-klaar product in de zak hebben. Dus wij zorgen door middel van een coating dat de rhizobiumbacteriën al rond het zaad aanwezig zijn. Dat de veehouder eigenlijk enkel maar de zaaimachine open te klappen heeft, het zaad erin te gooien en te zaaien heeft. En dan heeft hij eigenlijk een kant-en-klaar zaaimengsel. Dus Luzerne gaat ook veel uniformer gaan opkomen, omdat de rhizobiumbacteriën veel mooier verdeeld zijn op het zaad dan dat het de veehouder het gatmatig moet doen. Gemak voor de veehouder. Dus. Gemak voor de veehouder staat inderdaad op de eerste plaats nu. En doordat wij ook ondertussen heel veel kennis bijgewonnen hebben over de uitbatting van Luzerne, willen we de veehouder nog rustig bijstaan om toch wel het van Luzerne een belangrijk gewas te maken in de toekomst.